Wij willen u graag voorstellen aan Stichting Kledingbank. Onze voorzitter is Agnes van Jant, staat hier naast me. En ik ben Mary Olman. En wij gaan u uitleggen aan u waarom wij u nodig hebben voor de Kledingbank. Hier komt Agnes. Stichting Kledingbank Rotterdam werd 7 jaar geleden opgericht door Ronald Kersten. Want het was heel erg belangrijk dat naast voedsel ook kleding beschikbaar kwam voor mensen die heel weinig geld hebben. En na 7 jaar is de kledingbank alleen nog maar harder nodig, want het aantal mensen wat gebruik maakt van de kledingbank neemt alleen maar toe. Dat zal u niet onbekend zijn. Maar het bijzondere van de Stichting Kledingbank is dat zij alleen op verwijzing via de hulp- en zorgverlening dat mensen hier terecht kunnen voor hun kleding. Maar wij willen ook graag die mensen gaan de gelegenheid geven die weinig geld hebben en voor weinig geld kleding hier kunnen kopen. Dus dat een bredere groep gebruik maakt van de mogelijkheden om tweedehands kleding, maar die nog heel goed bruikbaar is, om die te kunnen kopen of hier te komen halen. Maar deze winkel, u ziet hier de kledingbank aan de Oost-Kuisdijk in een kleine, smalle ruimte. En om die tweede groep ook van dienst te kunnen zijn, hebben we een andere ruimte nodig. Maar na 7 jaar moeten we huur gaan betalen. En die huur, dat lijkt ons nog de nek te gaan breken. Dus wij willen graag blijven bestaan, maar we moeten die vaste lasten kunnen opbrengen. En daar doen we een beroep op de Rotterdammers, om ons daarbij te helpen. Want u weet zelf, de woonlasten, de huisvestingskosten, dat is het grootste bedrag wat je nodig hebt als je inkomen hebt. Nou, en dat geldt voor ons ook. De fondsen die ons tot nu toe wat geld gegeven hebben, daar konden we de koffie en de verwarming van betalen. Maar de huurkosten, dat zijn forse bedragen. Dan heb je het over honderden euro's. Dus Rotterdammers, laat Kledingbank Rotterdam blijven bestaan, ook na die eerste 7 jaar. Geef ons de ruimte om een tweede lijn op te zetten voor een bredere groep van mensen die kleding wil en nodig heeft. En geef ons die ruimte om die huur te kunnen gaan betalen. Dank je wel alvast.